weer helemaal teruggezakt en die staat nu ja, in het midden van het toernooi. Is dat dan toch dat hij toch nog die ervaring mist? Of kan het gewoon gebeuren? Dat kan natuurlijk ook. Ja, het kan gewoon gebeuren. Ten eerste, ten tweede, hij heeft natuurlijk nog 50% gewoon. En ja, hij is prima scoren natuurlijk. Ja, kijk, wat zijn rating betreft is het geen verrassing. Maar aan de andere kant... Hij is wel veel gegroeid de laatste tijd. Ja, en hij had ook meer punten kunnen hebben. Want ik bedoel, tegen Bart van Meijenveld zat het hem bijvoorbeeld echt niet mee. Nee, en andere partijen zat hem wel echt mee. Dus ja, oké, okay, aan de andere kant. Het is ja. wel... Ja, het is terecht, denk ik, dat hij 3 punten heeft. Ja, ik maar bedoel, goed. 3 punten is helemaal niet zo heel veel. Nee, punten. Zeker niet. Hé, we gaan naar de A-meisjes. En het is vrij opvallend, vind ik nog steeds, dat Nathalie gewoon doorgaat. Ze gaat gewoon voor de titel. Ze heeft 5,5 uit 6. Ja, heb je die partij gezien van gisteren? Ja, gisteren wilde Annemaya per se winnen. Daardoor verloor ze. Ja, ik denk dat Nathalie daar heel blij mee was. Ik denk het ook, ja. Want eigenlijk zag ik er niet winnen, die partij. Nee. Maar eigenlijk, ja, ik bedoel, Nathalie... Die is misschien volgens mij. Ja, ik heb haar gisteren het gevraagd. Ze is nog nooit Nederlands kampioen geworden bij de meisjes. Dat klopt. Zelfs niet in het ONJK. Mm-hmm. Maar altijd was ze natuurlijk al een sterke. Ze is sterkel. Altijd bij de top dus heeft ze gespeeld. Ik klopt. Vind Shannon Vlaar's prestatie eigenlijk nog veel verrassender. Weet je trouwens dat Shannon Vlaar, dat weet ik dan, want ze komt uit mijn regio, op haar 15e op de universiteit zat? Echt waar? Ja. Nee, daar wist ik niks van. Dat ze... Ik denk dat we die eens ook moeten interviewen. Speelt een fantastisch toernooi. Ja, en ze won gisteren van Diana. En heel overtuigend ook trouwens. Ja, geen twijfel over mogelijk. En dat zijn nu de 2 koplopers. Ja, beetje verrassend. Maar aan de andere kant, ze hebben het zeker verdiend. En Shannon gaat het lastig krijgen hoor vandaag. Die speelt tegen Sofia Thoma. Ja, die is... Denk ik enorm opgebrand om toch nog voor de titel mee te dingen. Ja, of voor de tweede plaats, denk ik eigenlijk, als je kijkt. Dat misschien, ja. Ik bedoel, die krijgt geloof ik wel... Nathalie speelt vandaag tegen Siu Villa. Ze heeft 2 punten. Maar voor haar doen is dat heel knap. Ze heeft ook remise gespeeld, onder andere tegen Sofia Thoma. Ja. Ze is nog erg jong trouwens, hè. Ze is B-speelster. Ze is eigenlijk B-speelster. Best knap, hoor, dat ze het zo doet. Ja. Voor de eerste keer in de A-jeugd spelen. Ja. Dat is een knap resultaat. Ja. Oké, gaan we naar de B-jongens. Ja. B-jongens is de kraker, hè. Roger Meng, Stefan Beukema tegen Roger Meng. Ja. Ja, wat kunnen we daarvan zeggen? Zal ik mijn geld op Beukema inzetten gewoon omdat ik het zo'n sympathieke jongen vind? Maar ik vind Roger ook heel sympathiek. Ja, klopt. Maar Roger is ook waarschijnlijk... toch wel iets betere schaker. Dus. Ja, maar aan de andere kant, Stefan is heel onvoorspelbaar. Ja, als Stefan in zijn goede mood is, dan kan hij iedereen verslaan. Ja, ik zie Stefan ook wel opeens. Roger, en hij heeft wit, hè? Van het bord afblazen, hij heeft wit. Hoor. Hij heeft wit. Dat kan gewoon. Maar we moeten wel beseffen dat Roger enorm degelijk is, hè? Ja. Wat ik trouwens niet begrijp, is dat Stefan wit heeft, terwijl die gisteren ook wit had, en Roger heeft zwart, terwijl die gisteren volgens mij ook zwart had. Klopt dat? Nee, Roger had gisteren wit tegen Chark. Nee, hij had zwart. Huh? Oh ja. Maar hij had daarvoor 2 keer wit achter elkaar. Oh, dus daardoor heeft hij nu... Het is wel redelijk apart. Ja, dat zie je niet zo vaak. Nee. Dat is wel grappig. Ah nee, maar wacht, sorry. Stefan had gisteren zwart. Ik vergis me met zijn briljante partij tegen Lars Verecht. Ja, dat is alweer dat een dag daarvoor. Gisteren, ja. Dus dan klopt het gewoon. Nog. Ja. Voor de rest. Wie zie jij als outsider voor de titel? Wie zien wij als outsider? Ja, ik vind Lars Verecht altijd een heel gevaarlijke schaker. Ja. Altijd al gevonden. Absoluut. Ik vind Jan van Overdam heel sterk. Dat is broertje van Julian. Mm-hmm. En zeker kans hebben nog. Ja, het zit allemaal heel dicht op elkaar. En ik denk dat er nog eigenlijk een stuk of 8 spelers zijn die een redelijke kans maken op de titel. Ja, nee, ik bedoel, ik ben dus ook een hint in lijn. Maar eigenlijk na gisteren vooral van Chuck Vos best wel onder de indruk. Ja. Ik had geen idee dat die jongen al zo sterk was geworden. Nee, hij is in korte tijd veel sterker geworden. Ja, dat was een prachtige partij gisteren. Ja, goed verdedigd. Heel goed verdedigd maar, tegen Roger. Ik denk dat we nu naar de B-meisjes zien. Ja, B-meisjes. Bij de B-meisjes, ja, is het tussen 3 spelers, denk ik.
op dit moment. Katelijne Sanders aan kop met een half punt meer dan Halana Vlaming. Die trouwens heel spelen allebei heel goed schaak. Ja. Naomi de Ridder een beetje de verrassing, denk ik, van het toernooi. Heeft ook heel veel punten. Ik weet niet, ik weet dan toevallig, ik ken haar wel een beetje. Ik weet dat ze gewoon nog 80 punten te goed heeft of zo. Dat ze gewoon 17,50 staat. Oh, oké, ja, dat weet ik dan niet. Dan is het niet zo'n heel raar resultaat. Maar toch heel knap. Maar ze krijgt nog wel de twee koploopsters. Dus als ze nog kampioen wil worden, dan heeft ze het nog wel in eigen hand trouwens. Ja, en Rosa zal hopen dat ze tegen elkaar heel veel zullen laten vallen. Want ik denk dat Rosa toch nog wel gebrand is om iets te laten zien. Ja. Al denk ik dat het heel moeilijk wordt om hoger dan tweede te eindigen. Rosa Radsma, ze loopt wel enorm achter. Want die is de ratingfavoriet, of is dat toch... Nee, dat is Katelijne Sanders. Dat is Katelijne Sanders. En vandaag speelt Katelijne Sanders. Dus dat is dan eigenlijk het spannendste, denk ik, tegen Naomi de Ridder. Ja. Dus als Naomi wint, staat ze gelijk met Katelijne Sanders. En dan is de titelstrijd weer helemaal open. Nee, ik weet niet hoeveel spanning Naomi voelt. Als ze... Zij wordt toch redelijk snel gespannen, waar Katelijne meestal rustig blijft. Ja, dat weet je niet, hè? Je kan ook laten zien alsof je rustig blijft, maar van binnen kan er van alles gebeuren. Ja, maar ik bedoel, ik zit nu ook heel rustig hier te zitten, maar ondertussen ben ik gewoon zwaar gespannen voor dit superspannende voorbeschouwing. Ja, ik bedoel, ik sta hier voor zoveel publiek. Ja, dan zit ik hem helemaal te trillen eigenlijk, maar rustig, ik laat het gewoon niet zien. Ja, precies. Maar, dus dat weet je gewoon niet. Nee, maar ik ken Katelijne, zit bij mij op de club, speelt ze nu. Dus ik ken haar wel een beetje. Misschien is het ook dat ze zich soms gewoon niet zo heel erg vindt als ze een keertje verliest. Nou, ze is niet zo super fanatiek, denk ik. Nou, ze is wel fanatiek, maar... Ik kan me niet voorstellen dat als je op een NK meespeelt, dat je dan niet fanatiek bent. Nou, kijk, als ze deze verliest, dan zou ze wel echt heel erg balen natuurlijk. Daarom, je verliest altijd als je baalt. Toch. Ik weet niet. Qua niveau verschil is het misschien niet zo groot. Katelijne is al misschien... Nee, ik denk gewoon een spannende wedstrijd. Ja. Hey, C-jeugd. C-jeugd, ja. Op papier zijn hier heel veel verrassende dingen gebeurd. De topfavorieten, die zijn een beetje achtergeraakt. Ja. Thomas heeft voor zijn doen slechts 50%. En ik heb hem ook gesproken en het loopt gewoon niet zo lekker bij hem. Mm-hmm. Nou ja, kan gewoon gebeuren en ik denk gewoon dat hij het volgende toernooi weer beter gaat doen. Hey, en Tycho Dijkhuis geldt een beetje hetzelfde voor, loopt ook al een stuk achter. Ja. En we hebben op dit moment één echte titelfavoriet, dat is Joris Gerlach. Die heeft ook alle de meeste sterke spelers al gehad, staat een half punt aan kop en speelt vandaag tegen onze jonge Lucas van Voreest. Ja. Ja, dat is spannend hoor, Lucas. Lucas... Ja, dat weet je ook nooit. Weet je het inderdaad nooit. Het is trouwens een heel leuke jongen. Heeft veel humor. Ja, ik hoop dat hij zijn humor ook in een schaakpotje kan gebruiken. Zou het leuk zijn. Kunnen hebben wat spektakel. Ja. Ik zie Ankiet ook wel. Ankiet speelt ook nog steeds een heel goed toernooi. Hetzelfde geldt voor Robin Lecomte. Ja, het is een heel spannende groep. En ik heb eerlijk gezegd niet... idee wie nou dit gaat winnen. Nee, en ik heb ook het idee dat die ratings allemaal niet helemaal kloppen bij die die op de eerste drie borden spelen, zeg maar. Ze kloppen wel in die zin van dat ze tot nu toe gewoon minder hebben gespeeld dan de rest, maar zijn al in de praktijk al veel sterker dan de rating. Ja, nee, want Tycho en Thomas, ik heb wat van die partijen gekeken, en die verloren van die jongens. En je zou denken van dat is een hele grote verrassing, maar eigenlijk... Nee. Kwam het denk ik meer doordat die jongens heel sterk speelden. Ja, ze zijn gewoon heel sterk. Ze zijn al heel sterk geworden. En al die anderen daar, zeg maar. Ja. Dus het C-groep is heel moeilijk te voorspellen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Voor de rest gaan we dan nog naar de C-meisjes. De C-meisjes, gisteren verloor Lola den Dunne. Stond de hele tijd al aan kop. Had alles gewonnen. En had toch verloren gisteren. Toch misschien een beetje de spanning... Maar aan de andere kant, haar tegenstander speelde gisteren ook wel erg goed. Ja, hoor. Olivia speelde echt een super partij. Ja, echt, klopt. Bijna een partij uit één stuk, zou ik bijna willen zeggen. En Lola, ik sprak er net nog even. En, was ze onder de indruk? Ze speelde van wat ze wist, gewoon theorie was. Maar ze zei daarna, misschien had ik toch meer naar de positie moeten kijken. En iets
meer moeten kijken van waar mijn stukken nou echt om vroegen, zeg maar. In plaats van gewoon te spelen waarvan ik dacht dat het theorie was. Want dat. Ja. Ja, ze kwam toch wel daardoor. Ze was ook heel erg onder de indruk volgens mij. En ze zei ook tegen mij van. Dat ze echt nog niet durft te zeggen dat het nu wel makkelijk wordt. Want nee, ze heeft heel veel respect altijd voor de tegenstander. Ja, ze heeft natuurlijk nog steeds wel de beste papieren. Ze heeft op papier dus de sterkste al gehad. Ja, al is Team Hardy natuurlijk ook aan Team terugkomen. Ja, Team Hardy is enorm terugslag aan. Nee, juist niet een terugslag maken, maar ik bedoel het tegenovergestelde. Ja. Maar het kan nog heel spannend worden. Kan ze de druk aan, want ze heeft alles nog in eigen hand. Of komen toch Cheryl Lawyer en Maaike Keetman? Ik zou het wel heel leuk vinden als ze toch kampioen wordt. Maar ik gun het iedereen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik bedoel, Lola speelt zo mooi. En dan als je dan... Klopt. Ja, kijk, niemand had het verwacht natuurlijk. Nee, ze is een beetje... zo'n verrassing in het toernooi. Ja. En dan zou je hopen dat zo iemand dan... Maar heel natuurlijk, ik bedoel, al die andere meiden spelen ook fantastisch. Die verdienen het ook. Ja, maar, klopt. Dat is waar. Hey, dan zijn we eigenlijk al een beetje aan het einde van de voorbeschouwing gekomen. Wil je nog een wetje leggen op iets? Ja, ik wil wel iets op Beukema inzetten eigenlijk. Toch op Stefan Beukema? Ja. Zo van vol zelf. En Roger Meng. Ja. Dus ik ben voor Roger en jij voor Stefan Beukema. Durf je dat aan? Ja, waar wedden we om? Nou, die appeltaart die je vanmiddag gaat winnen. Nou, dat vind ik een beetje jammer. Beetje zonde. Ik wed om een stukje van mijn appeltaart, die je anders toch al had gekregen. Ja. En dan krijg jij een Snickers van mij die ik toch al gratis kan pakken, zeker. Ja, precies. Is goed. Goeie deal. Oké. Dit was It's de... On. It's on. Hey, dit was de voorbeschouwing van de 7e ronde van vrijdag 4 mei. Ja. En stay tuned, want de live uitzending komt er natuurlijk ook nog aan. Met wie zijn dit vandaag? Twee meesters, internationaal meesters. Christophe Klein, niet mijn broer trouwens. Ja. En David Miedema. Je spelt wel mijn naamgenoot trouwens. Ja, beide een beetje. Als je ze samenvoegt, is het David Klein. En het begint om 12:30, wellicht Surinaamse tijd, maar dat merken we dan wel. Ja, tot ziens. Tot ziens.